Welkom bij deze webinar Jong na corona. Het is een webinar naar aanleiding van ons onderzoek wat we samen met de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut hebben uitgevoerd. Mijn naam is Saskia van Dorselaar, ik ben een van de onderzoekers. Nou, het kan u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Gisteren is het rapport Jong na corona uitgekomen en er is veel aandacht voor geweest in de media, in de kranten, diverse kranten heeft het gestaan. En het is op radio en televisie geweest. En jullie kunnen elkaar niet zien, maar degenen die zich voor deze webinar hebben ingeschreven zijn mensen van zo'n 20 scholen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. En we zijn ook erg blij dat onze opdrachtgever, het ministerie van OCMW, meekijkt in de persoon van Anneke de Wolf en Deborah van den Berg. En bovendien zijn er ook nog mensen van de VO-raad die zich hebben ingeschreven. En ik hoop dat die ook meekijken. We gaan straks drie blokjes krijgen van sprekers. En elke keer zal de spreker ongeveer 20 minuten spreken. En tijdens die 20 minuten kunnen jullie in de chat vragen stellen. Die zullen dan worden geselecteerd en er zullen een paar vragen worden uitgekozen om in de laatste 5 minuten dan aan de spreker te stellen. Dat zal mijn collega Marieke Rombouts doen. En dan hebben we tussen de blokjes in hebben we 2 minuutjes pauze om even de benen te strekken. Als eerste geef ik het woord aan Gonneke Stevens. Zij is van de Universiteit van Utrecht en ze is hoogleraar jongerenwelzijn. Ze is ook projectleider van het onderzoek en ze zal jullie meenemen wat meer de diepte in de resultaten van het onderzoek. Daarna komt Aniek de Lange van het Trimbos Instituut aan het woord. Zij is projectleider Welbevinden op school. En dat is een integrale aanpak waarmee scholen aan de slag kunnen met het welzijn en mentale gezondheid van hun leerlingen. En tenslotte, in het laatste blokje, komt Marijn Knibbeler aan het woord. Zij is schoolpsycholoog en zij gaat nog meer de diepte in en kijkt wat jullie als schoolteam nodig kunnen hebben om met dit thema aan de slag te gaan. Hoe zien al die dingen er bij jullie op school uit? En waar liggen de mogelijkheden en vooral ook de onmogelijkheden? Nou, zoals ik al zei, de vragen graag in de chat. Als het eenvoudige vragen zijn, krijgt u meteen antwoord. En anders komen ze in het laatste blokje van 5 minuten aan het aanbod. Ik wens jullie een hele interessante en inspirerende webinar. En ik wil nu het woord geven aan professor Gonneke Stevens. Ook namens mij van harte welkom natuurlijk bij deze webinar. En in het bijzonder ook natuurlijk aan de scholen, want ik ga de belangrijkste resultaten van ons Jong na corona onderzoek presenteren. En dat zou ik niet kunnen doen zonder uw deelname aan het onderzoek. Dus nogmaals hartelijk dank. En in mijn presentatie ga ik in op het welzijn van jongeren tussen 2017 en 2022. En ik vertel wat meer over de inzet van de NP Onderwijsmiddelen, dus Nationaal Programma Onderwijsmiddelen, door scholen. De onderzoeksvragen, voordat ik u meeneem door alle resultaten. Dus het eerste wat ik u ga vertellen vanmiddag is wat we weten over de veranderingen in welzijn tussen 2017, 2021 en 2022. En dat vormde ook een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek. Want op basis van het HBSC-onderzoek uit 2021 wisten we dat mentale problemen sterk toe waren genomen onder jongeren in Nederland. Met name onder meisjes in het voortgezet onderwijs. En we waren heel benieuwd, en OCW, onze opdrachtgever ook, of we dat moesten zien als een hele duidelijke piek en daarna een daling. Of dat we toch te maken hebben met een langdurige trend van meer mentale problemen onder de Nederlandse jeugd op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Daarna de tweede onderzoeksvraag richt zich op de verschillen in trends, specifiek tussen 2021 en 2022.
voor verschillende groepen. Dus naar schoolniveau, migratieachtergrond, gezinswelvaart en gezinsvorm. Dus om te kijken of die trends voor bepaalde groepen gunstiger waren dan voor andere groepen. De derde onderzoeksvraag had betrekking op die NP-onderwijsmiddelen. Het idee van hoe hebben scholen die middelen besteed? En hoe hebben jongeren of leerlingen die extra activiteiten ervaren? Weten ze daarvan? Hebben ze eraan meegedaan? En wat vonden ze ervan? En tenslotte, de laatste onderzoeksvraag van ons onderzoek was in hoeverre er een samenhang was tussen die inzet van de NP-onderwijsmiddelen door scholen en veranderingen in welzijn van de leerlingen tussen 2021 en 2022. Dus maakt het uit hoe scholen die middelen hebben ingezet voor die veranderingen in welzijn onder hun leerlingen. Hoe hebben we dat nou gedaan? Nou, we hebben hiervoor in het najaar van 2022 vragenlijstonderzoek gedaan, representatief vragenlijstonderzoek onder leerlingen in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar, zowel in de basisonderwijs groep 8 en het voortgezet onderwijs. Dat hebben we dus in het najaar 2022 gedaan en daarin heeft u als school deelgenomen. En we hebben daarin een vergelijking gemaakt met onze resultaten op basis van een HBSC-onderzoek uit 2017 en 2021. Om dus te kijken wat erin verandert en niet veranderd is in dat welzijn. We hebben diverse indicatoren van welzijn gemeten. Zowel mentale gezondheid, maar ook schoolbeleving, pesten, sociale relaties en sociale media gebruik en gamen. Maar we hebben ook vragenlijsten gestuurd aan de schoolleiders, omdat we natuurlijk van hen wilden weten hoe zijn die middelen in uw school besteed. Dat hebben we gedaan. En nu direct door naar de mentale problemen, want ik kan hier heel veel over vertellen, over de resultaten. Dus het is ook een beetje een sneltreinvaart door die resultaten. Nou, het eerste echt belangrijke resultaat van ons onderzoek is dat mentale problemen in het najaar van 2022 nog steeds onverminderd hoog zijn. We hebben voor geen enkele indicator van mentale problemen, en dat waren er 8, 9, hebben we geen daling gevonden in die mentale problemen. En dat geldt zowel voor jongens als meisjes. En dat betekent dus ook dat vooral onder meisjes op het voortgezet onderwijs die mentale problemen echt nog heel hoog liggen. En ik geef daarvan een aantal voorbeelden. Ik kan niet te veel vertellen in deze 20 minuten. Dus als u meer wil weten, kijkt u dan ook vooral naar het rapport. Nou, een eerste hele duidelijk indicator van dat hoge niveau van mentale problemen ziet u voor emotionele problemen. En dat zijn dan zaken als zenuwachtig zijn in nieuwe situaties, je ongelukkig voelen, dat soort zaken. En dan zagen we dus tussen 2017 en 2021 echt een duidelijke stijging in die emotionele problemen. En dit zijn de cijfers voor voortgezet onderwijs, dus meisjes en blauwe lijn jongens. En dit zijn dan de cijfers voor het basisonderwijs. En dan ziet u ook in het basisonderwijs dat er onder de meisjes echt een hele sterke stijging was in die emotionele problemen. Net als onder meisjes in het voortgezet onderwijs. En de jongens in het basisonderwijs die scoren daarop net als jongens in het voortgezet onderwijs relatief laag. En tussen 21 en 22 zijn die niveaus niet significant veranderd. U ziet soms wel een beetje een daling of een stijging, maar dat is eigenlijk op basis van kans. Ik heb er een sterretje bij gezet als het echt een significante toename of afname was. Dat betekent dus dat die niveaus van emotionele problemen, die dus zeker onder de meisjes sterk zijn toegenomen tussen 2017 en 2021, in 2022 nog net zo hoog liggen. En een vergelijkbaar verhaal kan ik houden over hyperactiviteit, aandachtsproblemen. Dat gaat om zaken als je niet kunnen concentreren, onrustig zijn. Ook daarin zagen we een stijging tussen 2017 en 2021. En ook daar vielen de meisjes in het voortgezet onderwijs op. U ziet die rode lijn, een duidelijke stijging. Voor jongens in het voortgezet onderwijs nam dat ook wat toe. En dit zijn de cijfers voor basisonderwijs. Daar ziet u ook weer de gestippelde rode lijn. Het zijn dus de meisjes in het basisonderwijs. Ook daar zagen we een stijging.
En u ziet voor 2021-2022 dat dat niveau onder meisjes in het voortgezet onderwijs nog verder toeneemt als enige groep. Dus ook hiervoor geldt, die niveaus van hyperactiviteit, aandachtsproblemen liggen hoog en nemen dus bij meisjes in het voortgezet onderwijs nog verder toe. Nou, dit zijn twee voorbeelden, maar dus over de gehele range geldt dus dat die niveaus van mentale problemen in 2022 nog steeds hoog liggen. En waar heeft dat nou mee te maken? Nou, onder andere met druk door schoolwerk. Wat we daarin zien is dat er eigenlijk geen veranderingen zijn tussen 2021 en 2022. Maar dat dat niveau nog steeds stabiel hoog ligt. En we zien op het gebied van schoolwaardering, dat is het percentage jongeren dat aangeeft school leuk te vinden, dat daar onder meisjes in het voortgezet onderwijs ook een duidelijke daling in heeft plaatsgevonden. Dit zijn de cijfers voor druk door schoolwerk. Voor voortgezet onderwijs, meisjes, jongens, dan zie je ook weer meisjes scoren daar hoger op dan jongens. En in beide groepen was er een stijging tussen 2017 en 2021. En eigenlijk, want we doen het HBSC-onderzoek al een stuk langer, zien we eigenlijk al sinds 2009 een stijging in die druk door schoolwerk. En dat gold dus zeker ook voor periode 2017-2021. En we zien dat het tussen 21 en 22 stabiel hoog is gebleven. Dit zijn de cijfers voor basisonderwijs. Gelukkig ligt daar die druk door schoolwerk een stuk lager. En daar zie je dus ook dat seksenverschil niet in die druk door schoolwerk. Maar we zagen daar wel een stijging ook tussen 2017 en 2021. En ook daar stabiel tussen 21 en 22. Dus druk door schoolwerk ligt hoog. En hangt ook sterk samen met mentale problemen. Dan de schoolwaardering. Daar zien we dus voor meisjes in het voortgezet onderwijs, zoals ik net al even zei, een daling in, al tussen 2017 en 2021. Die zagen we niet, die daling, bij jongens in het voortgezet onderwijs. En je ziet ook dat die daling onder meisjes in het voortgezet onderwijs tussen 2021 en 2022 eigenlijk zich voortzet. En je zag eerder dus dat jongens wat minder positief waren over school, of minder jongens school leuk vonden. Maar je ziet dat dat verschil er in 2022 niet meer is. Basisschoolleerlingen, die zijn een stuk positiever over school. En daar verandert eigenlijk weinig in die periode 2017-2022. Dus druk door schoolwerk ligt stabiel hoog. En voor meisjes in het voortgezet onderwijs was er een duidelijke daling in schoolwaardering. Sociale relaties dan. Nou, gelukkig zijn die overwegend positief in Nederland. En dat gaat dan zowel om relatie met ouders, relaties met leraren en leeftijdsgenoten. En in de meeste groepen ook relatief stabiel. Behalve wederom onder meisjes in het voortgezet onderwijs. Dat is de enige groep waar we eigenlijk over de gehele linie, dus al die verschillende sociale relaties, echt een daling zien sinds 2017. En dat was dus in 2021 het geval en nog steeds in 2022. Ik geef daar één voorbeeld van en een voorbeeld waarvan ik vermoed dat die relevant is voor u. Je ziet hier dus een daling in die relatie met leraren onder meisjes in het voortgezet onderwijs tussen 2017 en 2021. En je ziet dat zich dat niet herstelt tussen 2021 en 2022. Bij jongens in het voortgezet onderwijs is op dit gebied niks veranderd. En leerlingen in het basisonderwijs die zijn sowieso ook een stuk positiever over die relatie met leraren. En daarin verandert eigenlijk ook niks in die periode 2017-2022. Dus wederom, die meisjes, het voortgezet onderwijs, daar zie je die daling in sociale relaties. Terwijl we ook weten dat dat zeker bij hen sterk samenhangt met mentale problemen. Dan het laatste belangrijke thema, sociale mediagebruik. Daar zien we echt een opvallend resultaat. Namelijk een heel sterke stijging in intensief sociale mediagebruik tussen 2021 en 2022. En intensief sociale media gebruik, dat houdt dan in eigenlijk de hele dag online verbonden zijn, sociaal verbonden zijn via sociale media. En hier zien we in alle groepen echt een heel duidelijke stijging in dat laatste jaar.
Dit zijn de cijfers voor het voortgezet onderwijs. Een stijging onder meisjes, een stijging onder jongens. Je ziet ook dat meisjes daar hoger op scoren dan jongens. En dit is basisonderwijs, scores wat lager. Daar zijn die seksenverschillen niet. Maar in beide groepen zie je ook hier een duidelijke stijging in dat intensief sociale media gebruik. Dus dat is echt opvallend, zeker ook als je omdat we tussen 2017 en 2021 eigenlijk geen veranderingen hierin zagen. En een van de hypotheses is dat dat wel te maken, dat je dat zou kunnen zien als een TikTok-effect. Omdat we weten dat TikTok-gebruik echt enorm is toegenomen, juist in dat laatste jaar. Wat belangrijk hier nog om op te merken is dat we geen stijgingen hebben gezien in het laatste jaar in problematisch sociale media gebruik. En dat is vooral belangrijk, problematisch sociaal media gebruik. Dat zijn dan symptomen van verslaving, niet kunnen stoppen, ruzie daarover krijgen. Dat is dus niet toegenomen. En vooral het problematisch sociale media gebruik hangt samen met mentale problemen. Dus we verwachten dat die toename in intensief gebruik van sociale media niet direct zal leiden tot een toename in mentale problemen. Eventueel wel via die toename in problematisch sociaal media gebruik. Omdat we weten dat een deel van de jongeren die intensief gebruik maakt van sociale media, ook op den duur problematisch sociaal media gebruik daarmee te maken zal krijgen. Dus even terug, natuurlijk veel resultaten, maar even vooral rondom mentale problemen. Die liggen dus nog steeds hoog. Wat zijn nou mogelijke verklaringen voor het feit dat die nog steeds hoog liggen, die problemen? Nou, enerzijds kun je natuurlijk zeggen, we moeten dit zien als een herstel van de coronaperiode. We zagen toen echt een enorme toename in die mentale problemen. Jongeren zijn kwetsbaar geworden, die herstellen daar niet zomaar van. Dus dat is een verklaring hiervoor. Maar er is nog meer aan de hand. Dat we zien ook dat een aantal risicofactoren voor de ontwikkeling van mentale problemen nog steeds hoog liggen. Dat geldt dus met name voor die druk door schoolwerk. Maar bij meisjes in het voortgezet onderwijs ook voor die daling in sociale relaties en daling in schoolwaardering. En de laatste verklaring zou nog kunnen zijn dat we natuurlijk na die coronacrisis te maken hebben gehad met de oorlog in Oekraïne, klimaat- en energiecrisis. En dat zou geleid kunnen hebben tot gevoelens van onzekerheid en ook bijgedragen kunnen hebben aan mentale problemen. Dus verschillende verklaringen zijn er mogelijk voor dat nog steeds hoge niveau van mentale problemen. Nou, ik vertelde u bij de onderzoeksvragen dat we dus ook hebben gekeken in hoeverre bepaalde trends in mentale gezondheid, of in welzijn moet ik zeggen, varieerden voor verschillende groepen leerlingen. En eigenlijk zien we dat vooral voor schoolniveau. En wat dan opvalt, en wij zijn ook benieuwd of u dat herkent vanuit uw praktijk, is dat de HAVO-leerlingen onder druk staan. En ik geef daarvan een aantal voorbeelden. Alleen onder HAVO-leerlingen zagen we een stijging in problemen met leeftijdsgenoten. Dat is dan niet aardig gevonden worden, dat gaat om gepest worden. Dus in die groep zien we een stijging in die problemen tussen 21 en 22. Dat zien we niet voor VWO'ers, maar ook niet voor VMBO'ers. En nou zou je natuurlijk nog kunnen denken, ja, dat is één indicator, maar we vinden het echt op verschillende andere indicatoren ook. We vinden dit ook voor het percentage leerlingen dat school leuk vindt. Onder de HAVO'ers zien we echt een sterke daling van 71 naar 58%. En die zien we dus niet voor VWO'ers, maar ook niet voor VMBO'ers. Ook onder deze groep, dus de HAVO'ers, zien we een tendens naar wat hogere niveaus van druk door schoolwerk. Ook die zien we niet in de andere schoolniveaus. En we zien bij hen echt een daling in het percentage dat aangeeft een goede relatie met de leraar te hebben. Ook dat zien we niet op het VWO en niet op het VMBO. En die minder gunstige relaties, die lijken zich ook in de thuissituatie te vertalen. Of die vinden we daar ook. Want we zien ook ongunstige trends wanneer het gaat om die relatie met vader en moeder voor de HAVO'ers tussen 21 en 22. En ook dat zien we niet in de andere schoolniveaus. Dan hadden we ook resultaten op het gebied van het Nationaal Programma Onderwijs. Hoe zijn die besteed? Wat vinden leerlingen daarvan?
Nou, wat allereerst opviel, is dat het verschil tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Is dat in het basisonderwijs er relatief sterk ingezet is op onderwijs. Dus extra onderwijs, effectiever onderwijs. En het voortgezet onderwijs zie je eigenlijk een mix van zowel de inzet op meer en extra, meer onderwijs, effectiever onderwijs, maar ook op sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat is dan bijvoorbeeld, zijn dan bijvoorbeeld extra lessen rondom stress, extra lessen rondom de omgang van leerlingen, extra gesprekken met mentoren. Dus daar is ook sterk op ingezet en meer op sociale activiteiten, zoals de uitjes bijvoorbeeld. Als we dan kijken wat leerlingen daarvan weten. Dus we hebben hen gevraagd, er zijn allerlei extra activiteiten georganiseerd in verband ook met corona. En we hebben dus ook voorgelegd, heb je extra bijles, was dat mogelijk? Zijn er lessen geweest over stress? Extra gesprekken met de mentor? Kon je naar het pretpark? Dat soort dingen. En dan valt op dat eigenlijk heel veel leerlingen niet weten of die activiteiten georganiseerd zijn. Een beetje afhankelijk van het type activiteit is dat 1/3 tot 2/3 van de leerlingen die zegt, ik weet het niet. En als we kijken naar het percentage van jongeren die dan aangeven, ja, er is wat georganiseerd, dan valt onder andere op dat slechts 10% van de leerlingen aangeven dat er extra lessen zijn georganiseerd over stress of omgang met andere leerlingen. En dat is toch wel een ander beeld dan we kregen vanuit de schoolleiders. Wat ook goed is om op te merken hier, is dat leerlingen relatief vaak hebben aangegeven dat er extra gesprekken waren met, met de mentor. Dat ze daar ook vaak aan mee hebben gedaan en dat ze daar eigenlijk heel positief over zijn. Dus dat is denk ik ook goed om op te merken. En sowieso zien we ook dat als jongeren aangeven dat die lessen er waren en ze hebben eraan meegedaan of die activiteiten, dan zijn ze er in de meerderheid, is daar dan positief over. Of ze zeggen, ja, daar heb ik iets aan gehad. Nou, in het rapport vindt u ook nog veel meer details. Ik kan daar niet helemaal op ingaan, maar kijk daar vooral naar als u daar nog benieuwd naar bent. Ja, dan hebben we natuurlijk ook gekeken, vertelde ik, of er een relatie is tussen de manier waarop die NPO-middelen zijn ingezet en die trends op schoolniveau in verschillende indicatoren van welzijn. En daar hebben we bestudeerd voor 7 indicatoren. En we zien eigenlijk maar dat dat samenhangt voor 1 indicator. En misschien ook interessant om te vertellen dat we eigenlijk voor die andere indicatoren vonden dat er eigenlijk helemaal geen verschillen tussen scholen waren. Dus die trends die we vonden, vonden we eigenlijk voor alle scholen, of die varieerden in ieder geval niet tussen de scholen. Maar wel voor de problemen met leeftijdsgenoten. En daar zien we eigenlijk zowel op het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs dat die trends relatief gunstig zijn wanneer scholen bovengemiddeld hebben ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is het figuur voor het basisonderwijs. En dan zie je de rode lijn zijn de scholen die bovengemiddeld ingezet hebben op die sociaal-emotionele ontwikkeling. En dan zie je bij hun leerlingen een daling in het percentage leerlingen dat problemen met leeftijdsgenoten rapporteert. Terwijl basisscholen die daar beneden gemiddeld op in hebben gezet, daar zie je een stabiel niveau. En in het voortgezet onderwijs zien we een stijging in de problemen met leeftijdsgenoten onder de scholen die beneden gemiddeld hebben ingezet op die sociale emotionele ontwikkeling. En een stabiel niveau op scholen die bovengemiddeld hebben ingezet op die sociaal emotionele ontwikkeling. Dus inzet op sociaal-emotionele ontwikkeling, of dat bovengemiddeld doen, hangt samen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs met een gunstige trend in problemen met leeftijdsgenoten. Nou, een heleboel resultaten. Wat zijn daar nou de implicaties van? En mijn collega's zullen daar ook nog meer over vertellen. Nou, wat in ieder geval als een paal boven water staat, is dat die aandacht voor mentale problemen onder leerlingen, zeker op het voortgezet onderwijs, heel belangrijk is. En dat zal, verwachten wij, op verschillende manieren moeten. Enerzijds is het natuurlijk heel belangrijk dat de jeugdzorg voldoende beschikbaar is en op orde.
Maar daarnaast is het ook cruciaal om te zorgen voor vroegtijdige identificatie van problemen op het moment dat ze nog niet heel ernstig zijn geworden. En dus ook de ondersteuning, vroegtijdige ondersteuning van leerlingen. Maar we vinden ook dat een maatschappelijke discussie heel relevant is. Bijvoorbeeld over wat er nou belangrijk is in het leven. Of het belang van allemaal presteren. Dat die gevoerd moeten worden. En dat organisaties en de overheid zich ook moeten realiseren. Dat allerlei crisissen, bijvoorbeeld rondom het klimaat. Dat dat ook onzekerheid kan opleveren bij jongeren. En dat we met z'n allen moeten werken aan een hoopvolle toekomst voor onze jeugd. Dat dat ook echt belangrijk is. Nou, wij vinden ook dat het belangrijk is dat het onderwijs goed ondersteund hierin wordt. Want het onderwijs is natuurlijk heel belangrijk in die ondersteuning en vroegtijdige identificatie. Ze moeten ondersteund worden in welke aanpakken zij nou kunnen gebruiken. Er is natuurlijk veel in te kiezen. En we vinden dus ook in ons onderzoek dat die inzet van die middelen, dat dat niet zomaar zo makkelijk samenhangt met verschillende trends in mentale gezondheid. En ook de rol van leerlingen hierin is heel belangrijk. Laat leerlingen meedenken over wat je zou kunnen doen. En kijk ook goed, weten leerlingen hier wel van? En hoe kan dat misschien anders? Druk door schoolwerk, ook nog steeds een heel belangrijk thema. Hier moeten we met z'n allen denk ik aan werken. Zowel ouders, het onderwijs, als de overheid, als jongeren zelf. Hoe kunnen we zeg maar, deze trend keren? Intensief sociaal media gebruik. Daar zagen we een hele duidelijke stijging. En we zien ook dat dat gemiddeld gezien nu nog niet samenhangt met mentale problemen. Maar als dat gaat leiden tot een hoger niveau van problematisch sociaal media gebruik, dan kan dat natuurlijk wel gebeuren. Dus toch is het daarmee belangrijk dat er echt duidelijke regels komen. Misschien nog duidelijker dan er nu al zijn over sociaal media gebruik. Zowel van ouders als in het onderwijs. En tenslotte, de havisten die vallen er toch wel heel erg op als bijzondere groep. Wat is daar aan de hand? Hè? Er wordt wel gesproken over dat dat een wat heterogene groep is. Van afstromers uit het VWO en opstromers uit het VMBO. En dat dat een lastige dynamiek is. Nou, wij zijn wel heel benieuwd of dat zo is. En wat er dan precies speelt. En wat er nodig is om deze groep verder te ondersteunen. Dank voor uw aandacht. Het was een vogelvlucht, maar ik hoop dat het u een goed beeld heeft gegeven van de belangrijkste resultaten van ons onderzoek. Ja, dankjewel Gonneke voor je presentatie van de cijfers. Helaas met een minder positieve boodschap. Mocht u vragen hebben over de presentatie, dan kunt u die natuurlijk in de chat stellen. Hierbij alvast een eerste vraag voor jou. Mm-hmm. Uit het onderzoek blijkt dat mentale problemen voornamelijk bij de meisjes heel hoog liggen. Hoe kan het dat zij meer problemen ervaren dan jongens? Ja. Nou, sowieso fijn dat u de vraag stelt. Want het is natuurlijk ook zo dat die stijging er is geweest onder jongens in het voortgezet onderwijs. Dus bij hen zien we ook een stijging. En dat heeft daarmee, we moeten daarmee ook de jongens zeker niet vergeten. Maar we zien wel dat die percentages echt een stuk lager liggen onder jongens dan meisjes. En we zien ook in het algemeen al dat meisjes vaak hoger scoren op emotionele problemen bijvoorbeeld. Maar we zien nu ook dat die risico's voor mentale problemen ook sterker onder meisjes liggen. Dus druk door schoolwerk is echt een stuk hoger onder meisjes in het voortgezet onderwijs dan onder jongens. Alleen onder meisjes zijn die sociale relaties echt afgenomen. En niet alleen voor ouders, maar ook voor leeftijdsgenoten. En ook dat hangt sterk samen met mentale problemen. Dus we denken dat dat in ieder geval een grote rol speelt. En een andere verklaring zou nog kunnen zijn dat die coronasituatie voor meisjes ook lastiger bleek dan voor jongens. Ja, en dan komt er nog een vraag binnen. Je gaf aan van er moet vooral worden ingezet op de beschikbaarheid van de jeugdzorg. Waarom zouden we niet wat meer inzetten op de beschikbaarheid van welzijnswerk? Ja, ik denk dat we
dat het probleem zo serieus is dat we op verschillende manieren moeten inzetten. Ja. Dus ik denk, we moeten het ene doen en het andere niet laten. Tuurlijk zal er een groep zijn met echt serieuze problemen die jeugdzorg nodig heeft. Dus we moeten echt zorgen dat dat beschikbaar is. Maar hoe vroeger we ingrijpen, hoe beter. Dus ook inzetten op de meer preventieve zorg, de laagdrempelige ondersteuning, de sportcoaches, het welzijnswerk, tuurlijk. De jongerenwerkers, zeker. Ja. Ik zit ook even naar de tijd te kijken. Misschien nog één vraag. Je hebt nu eigenlijk een beeld geschetst van hoe gaat het met de mentale gezondheid van de jeugd in Nederland. Hoe doen we dat ten opzichte van andere landen in Europa? Ja, we weten eigenlijk, we hebben die cijfers eigenlijk vooral nog op basis van 2018. En we zagen toen dat jongeren in Nederland het relatief goed doen. Sowieso zitten we altijd heel positief in de sociale relaties. Wat denk ik ook echt een sterk punt is van onze jeugd. En dat moeten we denk ik ook zeker koesteren. En qua mentale gezondheid deden we het ook echt heel goed in 2018. Vergeleken met Europese leeftijdsgenoten. Maar we weten niet hoe dat nu is. Want we hebben natuurlijk een hele duidelijke stijging gezien. Dus in het najaar komt ons rapport... het internationaal rapport uit en dan zullen we zien hoe we Nederlandse jongeren dan scoren. Oké, dankjewel. We gaan nu even een paar minuutjes pauze houden. Na de pauze komt spreken Aniek de Lange, projectleider binnen het Welbevinden op School project van het Trimbos Instituut. We hebben zojuist gezien hoe het ervoor staat met de mentale gezondheid van onze jeugd. Nou, er is nog werk aan de winkel, zoals we hebben gehoord. En ik ga het komende kwartier, 20 minuten, iets vertellen over hoe je binnen het onderwijs aandacht kunt besteden aan het versterken van welbevinden. Kijk, daar is de PowerPoint.
Voordat ik dat ga doen, zal ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben Aniek de Lange en ik werk bij het Trimbos Instituut in Utrecht. En ik werkte aan verschillende projecten rondom welbevinden van de jeugd. En een van de dingen waar ik mij mee bezighoud is het programma Welbevinden op school. Dat is een samenwerking tussen VAROS en het Trimbos Instituut. VAROS is het expertisecentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen. En Trimbos Instituut is het kennisinstituut rondom mentale gezondheid en middelengebruik. En Welbevinden op school is een kennis- en ondersteuningsprogramma. We richten ons op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo en ook op gemeenten en de GGD. En wat wij doen is het stimuleren van een schoolbrede aanpak op welbevinden. Nou, dat klinkt best wel abstract, maar het komende kwartier hoop ik dat iets concreter te maken. En dat stimuleren van die schoolbrede aanpak op welbevinden, dat doen wij door het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis en tools. Dus wij maken bijvoorbeeld tools, handreikingen, we hebben ook inspirerende video's. We schrijven af en toe artikelen en blogs die we delen. En we organiseren ook deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door middel van inspiratiesessies. Ook zijn we kennispartner van de Gezonde School, misschien bij sommigen van jullie wel bekend. Dat is een integrale aanpak gericht op verschillende leefstijlthema's. En welbevinden is een van de thema's waar je dan als school aan kunt werken. Dan nog even iets meer context. Vanuit Trimbos Instituut en VAROS maken we ook onderdeel uit van de coalitie Welbevinden. En in die coalitie Welbevinden zijn verschillende kenniscentra en initiatieven. Die werken daarbij samen en die bundelen daarbij hun kennis en hun krachten om samen te, zeg maar onderwijsprofessionals te ondersteunen in het bevorderen van welbevinden van hun leerlingen. En rondom de start van het NPO heeft de coalitie Welbevinden ook meegedacht met OCMW, bijvoorbeeld rondom de website waar de menukaarten op stond. We hebben ook verschillende praktijkkaarten ontwikkeld. Daar ga ik er zo meteen eentje van extra van uitlichten. En ook in de toekomst blijven we natuurlijk graag meedenken rondom het landelijk beleid. En hier staan dus alle partners uit de coalitie Welbevinden op een rijtje. Nou, wat ga ik zo meteen doen? Ik ga dus iets vertellen over hoe je binnen het onderwijs kunt werken aan het versterken van welbevinden. Ik ga iets vertellen over wat nou schoolbreed of integraal werken aan welbevinden is, wat dat oplevert en hoe je daar vervolgens praktisch mee aan de slag kan. En Marijn, die komt na mij en die gaat er allemaal nog wat concreter invullen. Werken aan welbevinden in het onderwijs. Nou, aandacht voor welbevinden is natuurlijk niet nieuw. Ook voor corona was dat al een thema in het onderwijs. Maar we merken wel dat sinds corona de hoeveelheid aandacht echt behoorlijk is gegroeid. Veel scholen die willen meer aandacht en structurele aandacht voor welbevinden. Maar we krijgen wel heel vaak te horen dat er, de druk op het onderwijs groot is. En dat het best lastig is om in de waan van de dag dat thema centraal te zetten. We zien wel een belangrijke rol voor het onderwijs. Nou, simpelweg omdat jongeren daar natuurlijk een heel groot deel van hun tijd doorbrengen. Nou, wat levert werken aan welbevinden in het onderwijs op? Dat zal ik zo meteen laten zien. Maar eerst nog iets over de samenhang tussen welbevinden en leren. We horen namelijk nog wel eens als wij iets vertellen over het belang van welbevinden, dat dat voor scholen kan voelen als nog iets extra's waar ze ook nog aandacht aan moeten besteden. Wat wij dan altijd proberen te vertellen is dat er welbevinden en leren eigenlijk heel erg met elkaar samenhangen. En dat die relatie eigenlijk twee kanten op werkt. Enerzijds, als je goed onderwijs biedt, dan heeft dat een positieve, werkt dat positief op het welbevinden van leerlingen. En je kan je voorstellen dat als een leerling goed in zijn vel zit, die de informatie ook beter tot zich kan nemen. Nou, er is verschillende onderzoek uitgevoerd naar wat werken aan welbevinden in het onderwijs oplevert. Nou, hier staat een lijstje met allerlei referenties eronder. Dus als je daar nog eens in wilt duiken, dan kun je die nog eens opzoeken. Wat levert het op? Bijvoorbeeld betere leerprestaties, betere sociaal-emotionele vaardigheden, het snelle signaleren van een behoefte aan extra ondersteuning, ook minder probleemgedrag, minder schooluitval, minder werkdruk en meer welbevinden onder leraren. Maar hoe kun je dan het beste aandacht besteden aan welbevinden? Dan zeggen wij altijd, dan kun je het beste integraal of schoolbreed doen. En wat dat betekent, ga ik nu even toelichten aan de hand van dit model. Er zijn eigenlijk verschillende modellen die laten zien hoe je integraal aan welbevinden kan werken. En dit is een van de voorbeelden daarvan. En we hebben dit model ontwikkeld toen wij een handreiking aan het maken waren voor docenten. Over hoe zij het beste preventief kunnen werken aan welbevinden van hun leerlingen. En we hebben daarbij juist het welbevinden van de docent en leerkracht centraal gezet.
Dicht daarbij bevindt zich dus het welbevinden van de leerling. Zij bevinden zich samen in een klas. Dus groepsdynamiek in de klas is de cirkel daaromheen. Daaromheen bevindt zich het schoolteam, dus de professionele leeromgeving. De cirkel daaromheen is een positief pedagogisch schoolklimaat. En de buitenste cirkel, dat is de context om de school heen. Dus dan kun je denken aan de zorgpartners, de gemeente, ouders, de wijk, et cetera. En eigenlijk zijn al die lagen bij elkaar op, die vormen eigenlijk een integrale aanpak. En we zien in de praktijk nog wel eens dat er neiging kan zijn om allerlei losse initiatieven en activiteiten in te zetten. Maar je wil juist dat er samenhang is tussen al die activiteiten, zodat ze elkaar ook kunnen versterken en je een soort 1 plus 1 is 3 effect krijgt. En wat we daarnaast ook nog wel eens zien, is dat er neiging kan zijn om in actie te komen op het moment dat er zich al problemen voordoen, bijvoorbeeld rondom veiligheid. En de kracht van zo'n integrale aanpak is juist preventie. Dus het voorkomen van problemen en ook iets inzetten voor alle leerlingen. Dan ga ik een stapje concreter van wat houdt dat nou in, zo'n schoolbrede aanpak? Welke elementen maken daar onderdeel van uit? Nou, binnen een schoolbrede aanpak is er bijvoorbeeld een langetermijnvisie op welbevinden en ook ondersteunend beleid waar iedereen op school zich mee verbonden voelt. Dus het is ook heel belangrijk dat er draagvlak is onder het schoolpersoneel voor de visie waar je samen aan werkt. Verder is er binnen zo'n schoolbrede aanpak ook aandacht voor het welbevinden van leraren en ondersteunend personeel. We hadden niet voor niks in dat model net ook de leraar of de docent centraal gezet, omdat je je voor kan stellen dat hoe diegene in zijn vel zit, hoe het welbevinden van de docent is, dat ook zo zijn invloed heeft op de klas waar die voor staat. Binnen zo'n schoolbrede aanpak is er ook ruimte voor professionalisering. Dus ruimte voor, als de deskundigheidsbevordering, als de docenten daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld rondom het signaleren van bepaalde problematiek of rondom het gesprek daarover aangaan. Verder is er binnen een schoolbrede aanpak ook een aandacht voor een positief school- en klasklimaat. En ligt er ook een plan voor monitoring en signalering? En is er een passend aanbod zodra een leerling of student vastloopt? Verder wordt ook de meningsvorming en inspraak van kinderen en jongen zelf gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld, we spreken af en toe wel eens scholen die werken met een leerlingenraad bijvoorbeeld. Of op een andere manier input van hun leerlingen proberen te verzamelen en mee te nemen. En verder werkt binnen de schoolbrede aanpak een school ook samen met de thuisomgeving van leerlingen en met de zorg- en ondersteuningspartners in de wijk. Dus dat is die buitenste cirkel die jullie net zagen in dat model. Als school kun je niet alles alleen doen en hoef je dus ook niet alles alleen te doen. Je werkt echt samen aan het welbevinden. Nou, leuk al die theorie, maar waar begin je dan in de praktijk? Bij het vormgeven van beleid, zeg maar, rondom welbevinden, zijn er eigenlijk twee uitgangspunten van belang. En het eerste is dat je kan voortbouwen op de effectieve activiteiten en bijvoorbeeld interventies die je als school kunt doen. Dus dat is de basis van waaruit je verder kunt werken. Staat hier ook even op de sheet uitgewerkt, dat je continu dus kunt kijken van wat werkt bij deze leerlingen, met dit team, met deze ouders en verzorgers, op deze school of locatie, in deze wijk en met deze kernpartners. Waarbij je dus kunt kijken welke inzichten heb ik daaruit gekregen. Wat doen we al als school wat goed werkt en wat gaan we misschien ook niet meer doen. Een tweede uitgangspunt is dat rondom dat samenwerken en plannen maken, dat is eigenlijk een continu proces van leren en verbeteren. En dat is handig om dat op een gestructureerde manier te doen, volgens een vaste cyclus. En om scholen daarbij te ondersteunen is er vanuit de coalitie Welbevinden een praktijkkaart ontwikkeld, waar ik helemaal in het begin al even op wees. En die kan scholen daarbij helpen. Zoals ik net al zei, is het met de druk op het onderwijs en de waan van de dag best wel lastig om met wat meer afstand naar je school te kijken en toe te werken naar een gestructureerd plan. En deze praktijkkaart die biedt daar handvatten voor. En in die praktijkkaart kijk je eigenlijk van wat doe je al als school? Wat zou je anders kunnen doen of beter? En hoe zou je dat allemaal op een duurzame manier kunnen doen? En het uitgangspunt daarbij is dat je versterkt wat goed gaat en dat je kijkt wat er beter kan en wat je dus kunt aanpassen. En die praktijkkaart die kun je gebruiken om een soort van startanalyse te maken. Maar je kunt hem ook gaandeweg het proces gebruiken om dat wat je doet op waarde te schatten en verder te verduurzamen.
En dit is het stappenplan dat in die praktijkkaart wordt omschreven. In de presentatie is ook nog een linkje daarvan opgenomen. En ik ga zo meteen die stappen even kort toelichten. De eerste stap is het samenstellen van een kernteam. De tweede is het in kaart brengen van de huidige situatie. Vervolgens kun je de visie op welbevinden herijken of ontwikkelen. Daarna doelen vaststellen voor de korte en lange termijn. De volgende stap is het bepalen van ondersteuningsbehoeften. Daarna ga je dus de activiteiten die je hebt bedacht organiseren en realiseren. En de volgende stap is het monitoren, evalueren en borgen. En zoals ik net al zei, ga ik nu die stappen even kort aan jullie toelichten. Maar die kun je dus allemaal nog eens rustig nalezen in deze praktijkkaart. De eerste stap is dus het samenstellen van een kernteam, waarbij je gaat kijken van wie zijn er geïnspireerd en gemotiveerd om met dit thema welbevinden aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn iemand uit de schoolleiding, iemand vanuit het ondersteuningsteam, bijvoorbeeld een zorg- of ondersteuningscoördinator, een paar docenten bijvoorbeeld, misschien een kernpartner zoals een gezonde schooladviseur of bijvoorbeeld een schoolpsycholoog of een orthopedagoog. En samen met hen ga je dan deze stappen doornemen. De tweede stap, zoals ik net al zei, is het in kaart brengen van de huidige situatie. Daar kun je bijvoorbeeld GGD-monitors voor gebruiken. En je kan ook een kijkje nemen in de praktijkkaart van analyse naar interventie. Daarbij ga je door middel van een globale analyse eigenlijk kijken van, nou, hoe ziet het er nu uit op school en wat zou er beter kunnen? Wat is er nodig voor onze leerlingen en voor ons team? Ook zijn er nog checklists welbevinden voor primair en voortgezet onderwijs. Daarin komen eigenlijk al die onderdelen die ik net noemde uit die schoolbrede aanpak. Die komen daarin allemaal naar voren met een soort reflectievragen die je even langs jouw school kunt houden. Waarbij dus aan bod komt van nou, heb ik een visie? Is die actueel? Is er draagvlak voor bij het personeel? In hoeverre besteden wij aandacht aan het welbevinden van leerkrachten, docenten en op welke manier? Dus daar komen al die onderdelen aan bod, zodat je meteen kan zien van wat zijn dingen die al goed gaan en wat zijn dingen die meer aandacht verdienen. De volgende stap is het herijken of ontwikkelen van een visie, waarbij het dus gaat om de vraag van wat willen wij leerlingen meegeven in de tijd die ze bij ons zijn? Welk gedrag of welke vaardigheden vinden wij met z'n allen belangrijk? Daarvoor hebben wij ook een soort tool die je daarvoor kan gebruiken. Dat heet de handleiding waardegedreven werken aan welbevinden. En dat is een tool en die beschrijft eigenlijk hoe je samen met je schoolteam twee bijeenkomsten kan vormgeven. Waarbij je dus samenwerkt aan een top 5 van waarden. Zodat iedereen weet en dat het draagvlak is van dit zijn de waarden waar wij met z'n allen aan werken. En daar kun je vervolgens weer je vervolgactiviteiten aan koppelen. En daarbij zou je dus ook weer ouders en leerlingen kunnen betrekken. Zoals ik net liet zien in die cirkel. De volgende stap is het vaststellen van doelen voor de korte en lange termijn. Hierbij staan een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld elke docent voelt de ruimte om mentorlessen goed voor te bereiden. Of leerlingen weten welke gedragsregels er gelden op school. En rondom doelen geldt eigenlijk ook dat dat soms ook lef kan vragen om misschien bepaalde dingen ook niet meer te doen of minder. De volgende stap is het bepalen van ondersteuningsbehoeften. Waarbij het dus gaat om de vragen wat heeft het team nodig en wat hebben leerlingen nodig. Ik kan me voorstellen dat het model niet helemaal te lezen is. Dat hoeft ook niet. Dat komt zo meteen, het verhaal eromheen komt zo meteen nog uitgebreider aan bod in de presentatie van Marijn. Dus ik ga er niet al te veel over vertellen. Maar dit bestaat dus uit een groene laag van basisondersteuning. Wat bied je aan alle leerlingen? Wat bied je aan degenen die wat extra's nodig hebben? En wat bied je aan degenen die structureel meer nodig hebben? En daaronder bevinden zich dan het fundament, dus sterke schoolteams. Maar zoals ik net zei, ga ik nu nog niet al te veel over verklappen, want dat komt zo meteen. De volgende stap is het organiseren en realiseren van activiteit. Wat ga je nou ook concreet doen? Dat hoeven niet per se hele grote levensbeterende activiteiten te zijn, maar dat kunnen ook wat kleinere stappen zijn. Bijvoorbeeld vaste momenten voor een check-in binnen je schoolteam. Bijvoorbeeld ook voorlichting door kernpartners over bijvoorbeeld middelengebruik of somberheid, als dat hetgeen is wat naar voren is gekomen uit de behoeften van je school. En de volgende stap, het monitoren, evalueren en borgen. Dus dan gaat het erom, worden de activiteiten ook uitgevoerd, worden de doelen behaald? En ook wat vinden collega's, ouders, verzorgers, leerlingen en partners van de voortgang die bereikt is?
En zoals ik net al zei, evalueren is geen laatste stap in het proces, maar is juist een soort prikkel om de cyclus opnieuw met elkaar te doorlopen. Nou, dat was in een notendop wat is schoolbreed en integraal werken aan welbevinden. Wij hebben ook een website, welbevindenopschool.nl. Daar zijn nog meer tools te vinden. Daar staat alles op een rijtje. Via die website, welbevindenopschool.nl, kun je ook nog aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dan word je dus op de hoogte gehouden van updates als er nieuwe dingen ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld video's, artikelen, etc. Die website is nu nog gericht op alle onderwijsniveaus, maar we zijn ermee bezig om ook per onderwijstype een subpagina te maken. Nou, mocht je nou denken na dit verhaal, ik wil meer, dan staan hier nog wat extra tips. De website van Welbevinden op School staat er bijvoorbeeld op. Ook de website van de Gezonde School, waar ik aan het begin al eventjes naar verwees. Dat is dus echt een integrale aanpak, gericht op verschillende leefstijlthema's, waar je er dan eentje uit kan kiezen, hè, waar op jouw school behoefte aan is. De website van het NJI staat er nog bij. Mocht je nou behoefte hebben aan echt meer kennis en verdieping en de wetenschappelijke achtergrond hierachter, dan kun je nog een kijkje nemen op de website van onderwijskennis.nl. Er staan allerlei thema's die net aan bod komen ook. En dan echt met verwijzingen naar alle onderzoeken waar het op is gebaseerd. Verder staat er nog een linkje naar de website van VAROS. Die hebben veel verstand van hoe kun je op scholen met veel nieuwkomers en vluchtelingen werken aan welbevinden. Dus daar staat een linkje naar de infosheet. Ook staan er nog wat kijktips op. Hè. Documentaire werken aan welbevinden op het Stanislas College is ook interessant. Webinar NPO. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik nu heb verteld, maar dan allemaal nog iets uitgebreider. Er staan ook nog linkjes naar de praktijkkaarten waar ik zojuist naar verwees. En nog naar verschillende handleidingen. Nou, mocht je nou naar aanleiding van dit verhaal achteraf nog een vraag hebben of iets te binnen schieten, dan kun je me altijd even mailen via alange@trimmels.nl. Wat ik nog niet had gezegd, maar wat wij wel heel belangrijk vinden, is dat de dingen die wij doen aansluiten bij de onderwijspraktijk. Dus mocht je naar aanleiding hiervan denken van, goh, ik vind het leuk om wel eens mee te denken met een handleiding die jullie schrijven, om feedback te geven of om tips te geven, dan horen we het heel graag. En dan kun je me ook even een mailtje sturen via het adres wat hier staat. Dank voor de aandacht. Ja, dankjewel Aniek voor jouw presentatie. En volgens mij heel wat ook wel wat tips om met Welbevinden op School aan de slag te gaan. Ik krijg een vraag binnen van hoe kan je als school ervoor zorgen eigenlijk dat er voldoende aandacht, tijd, geld, personeel beschikbaar is om eigenlijk al die stappen te doorlopen en dus aan Welbevinden op School te werken? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het handig is om te kijken met een clubje mensen die al enthousiast zijn om hiermee aan de slag te gaan. Want we merken dat het enthousiasme van mensen ook weer aanstekelijk kan werken, zeg maar, voor anderen. En dat je ook met hen daarnaar kan kijken. En ik denk dat in de vraag zit ook wel iets van, hè, we hebben al zoveel te doen. En dat is wat we heel vaak terug horen en wat ook heel begrijpelijk is natuurlijk. Maar Welbevinden zit wel echt in de basis. Dus we hopen dat door te werken aan Welbevinden, dat die druk, die ervaren druk, ook wat minder gaat worden. Ja, en hoe zou je eigenlijk als school ervoor kunnen zorgen om wat meer andere partners te betrekken? Dus zoals de GGD, wijkpartners, wijkteams. Kan een school dat aanpakken? Nou, je zou bijvoorbeeld een kijkje kunnen nemen in jouw regio. Bijvoorbeeld zou je contact op kunnen nemen met een gezonde schooladviseur. Die kan scholen adviseren en begeleiden rondom die schoolbrede aanpak. Die hebben vaak ook al wel wat meer zicht op wat voor partijen zijn er nog meer in de omgeving die ook kunnen helpen. Hè, want wat ik net al zei, je hoeft het als school natuurlijk niet alleen te doen. Dus je kan ook bijvoorbeeld kijken van wat kan jongerenwerk bijdragen in onze school. Er zijn ook verschillende voorbeelden van scholen die werken met jongerenwerkers die echt op school werken en die ook weer de jongeren bijvoorbeeld in de wijk tegenkomen. Dus het is maar net wat er op jouw school speelt en of daar behoefte aan is. Maar je kan ook denken aan schoolmaatschappelijk werk of bijvoorbeeld preventieafdelingen van de GGZ. Dus die kunnen allemaal, het is heel belangrijk om daar ook mee samen te werken. Ja, en je gaf op het laatst al best wel veel linkjes over, hè, waar scholen wat meer informatie kunnen vinden. Ik weet dat er heel veel interventies beschikbaar zijn voor scholen. Hoe kan een school nou de juiste interventie kiezen om bijvoorbeeld in de klas in te zetten of bijvoorbeeld voor de leerkrachten? Ja.
Dat is een leuke vraag dat je die stelt, want dat is dus precies een thema wat wij de laatste tijd heel vaak terug horen, dat daar echt meer behoefte aan is, van hoe kies ik nou de juiste interventie voor mijn leerlingen. Dus dat is ook iets waar we de komende tijd een extra tool voor gaan ontwikkelen. Mocht je met die vraag nu zitten, dan zou je het beste even een kijkje kunnen nemen bij die praktijkkaart van analyse naar interventie. Wat ik vooral zou willen meegeven is dat het heel belangrijk is om te kijken van wat speelt er op jouw school. Want we krijgen die vraag wel vaker, hè, van welke interventie kan ik het beste inzetten. Maar het is heel erg afhankelijk van wat ook de behoeften zijn van het, hè, van het schoolpersoneel, van de ouders en de leerlingen. Dus ik zou zeggen dat het heel belangrijk is als eerste stap, hè, om, nou ja, echt te kijken van wat is de vraag achter de vraag. Waar loop ik als school tegenaan en waar heb ik dan misschien een interventie voor nodig? Erkende interventies, daar zijn databanken voor, dus daar zou je dan een kijkje kunnen nemen. Maar je kan ook kijken van welke kleinere dingen kan ik misschien al doen, die net ook al aan bod kwamen. Misschien kan het bijvoorbeeld ook al helpen om bepaalde check-in momenten met leerlingen te doen, of om bepaalde dingen in je dagelijkse lessen of didactiek al te verwerken. Daarnaast is het ook wel belangrijk rondom interventies echt uit de databank inzetten, dat je ook alvast nadenkt over hoe ga ik dit straks implementeren in de praktijk. Dus is er draagvlak voor onder mijn personeel? Waar hebben zij behoefte aan? Kan ik dit op de langere termijn financieel ook doen? Hoe zorg ik dat ouders betrokken worden? Dus daar kun je ook die cirkel die ik net aan het begin liet zien ook weer even bijpakken. Ja, dankjewel. Nou, volgens mij is er heel wat stof tot nadenken. Dadelijk gaat, na een korte pauze, gaat Marijn weer even verder. Nog een stapje dichter bij de praktijk, hoe je hier als school aan kan werken. Dus dan nu gaan we eventjes een pauze houden. Nou, goedemiddag allemaal. Als laatste spreker mag ik jullie nog even meenemen naar nog meer praktijkvoorbeelden. En jullie hopelijk aan het nadenken zetten voor de eerste stap in jullie praktijk, in jullie school. Ik zal me eerst even voorstellen natuurlijk. Ik ben Marijn Knibbeler. Ik werk als schoolpsycholoog voor dit onderwijs. Dat is een onderwijskundig bureau waar ik samen met een aantal collega's onder andere werk met scholen aan het welbevinden, maar ook aan thema's zoals leerkrachtversterking, leerlingen meer vaardig, meer weerbaar maken. Daarnaast werk ik op speciaal onderwijs een basisschool in Utrecht als schoolpsycholoog. Dus dat is mijn achtergrond. En wat ik met jullie vandaag wil doen, is jullie eerst even naar al deze verhalen en deze theorie en kennis naar dit plaatje laten kijken van een zandkasteel. En dan denk je misschien, wat heeft dat met mijn school te maken? Hopelijk wordt dat straks wat duidelijker. Je ziet een zandkasteel, hoogstwaarschijnlijk en de meeste van jullie wel nog, dat je vroeger als kind zandkastelen bouwde aan de branding. Misschien wel met je vader en moeder, met broertjes, zusjes. En wat je eigenlijk altijd als eerst deed, was een goed fundament maken. Je maakte een goede, stevige
Ik begon altijd met een gracht maken. Ik weet niet of het slimste was, maar dat was ons fundament. Want dat was hard zand. Legden we erop. Gingen we mooie torentjes maken zoals je hier ziet. Soms maakten we nog wat schelpjes bij. En dan kwam er soms ineens een golf, toch te hard. En die kaapte weer een stukje van jouw zandkasteel weg. En dan ging je weer bouwen, want dan dacht je, ja, hè, shitty. Maar goed, we gaan ervoor en dan ga je weer verder. Nou, dat is een metafoor voor wat ik eigenlijk, waarmee ik jullie verder wil nemen. Naar het volgende plaatje, namelijk allerlei verschillende bouwwerken en mensen die een zandkasteel aan het bouwen zijn. En ik wil jullie vragen, het voelt een beetje gek, omdat jullie natuurlijk, ik zie jullie niet, jullie zien mij wel, maar jullie zien elkaar ook niet. Toch even voor jezelf na te gaan, jouw team, jouw school, welk plaatje past het beste bij hoe jullie aan het bouwen zijn als school? En ik ben er heel even stil, voelt voor mij heel onnatuurlijk, want ik kijk nu naar die stomme, leuke zandkasteelplaatjes, maar... Ik geef jullie heel even tijd om daarna te kijken. En dus de vraag van, wat past het meeste? Normaal gesproken dan ga ik dit dan aan het publiek natuurlijk vragen. Dat is nu niet mogelijk, maar ik zal wel jullie even meegeven van, wat wordt er vaak gezegd? En dan kan je even bij jezelf nagaan, zo zitten wij er ook in of helemaal niet. Plaatje nummer 3 wordt best wel vaak benoemd van die losse bouwsteentjes, wat Aniek net ook al zei. Vaak worden heel veel verschillende dingen uitgeprobeerd en wordt het als losse delen gebouwd. Wat ook wel regelmatig wordt gezegd, is de plaatje 1 dat ze met z'n allen heel hard aan het werken zijn om de vloed, om de zee maar niet over de berg te laten komen. Gelukkig wordt er ook heel vaak plaatje 5 gezegd van het is niet perfect. We zijn aan het bouwen, de zon schijnt, soms stort iets in, soms gaan we weer door. Zo kan je een beetje naar je eigen school kijken van hoe zijn wij bezig met het bouwen van ons fundament. En dan komen we op het plaatje wat net al werd getoond. Want we hebben het natuurlijk over het welbevinden van jongeren, van kinderen. De helaas niet zo positieve cijfers die gepresenteerd zijn. En hoe kan je daar nou als school een goede slag in maken? En onderin, ik noemde net al het fundament, zit het fundament, het schoolteam. En dat staat er als fundament en dat staat ook heel centraal. Want als jij als schoolteam er niet staat, een leerkracht, hoe goede visie je ook als school hebt, hoe ontzettend doordacht je alles ook hebt neergezet, als de docent doet er zo enorm toe. Als de docent er niet staat of inderdaad heel veel aan zijn hoofd heeft, het niet ziet zitten, dan kan je nog zo'n mooie school hebben, maar dan gebeurt er niks, want dan worden dan ben je zelf niet veerkrachtig en dan worden de leerlingen vanzelf ook niet veerkrachtig. Dan zie je het grote groene blok eronder, dat is het basisaanbod. Het basisaanbod voor de leerlingen in de klas. En we zeggen wel vaak, er hangt er een percentage aan, vaak wordt gezegd zo'n 80%, maar het overgrote deel van de leerlingen moeten hier lekker op kunnen gaan. Dus als je het ook over welbevinden hebt, eigenlijk het grootste deel van wat er in welbevinden moet gebeuren, zit in het groene gedeelte, want is voor iedereen belangrijk. Dan kom je nog op een stukje hoger en dan kom je op het gele, oranje gedeelte en dat zijn interventies die voor een aantal leerlingen prettig zijn en die dus wat extra nodig hebben en dan kom je op het rode gedeelte en dat zijn er een aantal in je klas die waarvan je denkt, ik doe zoveel en het lukt me niet. Ze blijven maar bijvoorbeeld spijbelen of ze blijven maar heel storend gedrag vertonen of lage cijfers halen. Het lukt me niet om ze erbij te krijgen. Dat is het rode gedeelte van deze piramide. Zo ga ik jullie nog een opdracht geven. Ook al voelt het onnatuurlijk, maar ik wil heel graag... Mijn doel vandaag is om jullie aan het denken te zetten van... wat zou onze eerste stap hierin kunnen zijn? Daar wil ik nog even een opmerking maken. Dit is de piramide zoals wij hem graag zouden zien. Dus het fundament staat stevig.
80%, 85% kan lekker meekomen. Nou, dan hebben we nog wat extra interventies en dan hebben we de top. Wat we heel vaak zien, is dat er heel veel aandacht en heel veel energie gaat naar heel veel verschillende individuele kinderen, leerlingen. Dus heel veel wordt er ingezet op, ja, Jantje die heeft veel meer nodig, want die heeft ADHD. Oh, en dan hebben we ook nog drie kinderen en die hebben autisme. En alles krijgt een eigen plannetje en alles is zwaar en moeilijk. En dan zeg ik wel eens, dan flipt de piramide, want dan heb je hem eigenlijk topzwaar. En dan ben je als leerkracht heel erg aan het redderen. Want je moet voor iedereen een plan. En dat kost natuurlijk veel te veel tijd. En dan moet je dus kijken, onderwijs en zorg, zeggen ze vaak, hè, zijn communicerende vaten. Dus als je zorg veel te hoog is, dan kan je veel te weinig aan het fundament doen. Dus dat is, zoals je ook wel eens staat. En dan wil ik aan jullie even vragen. Normaal gesproken trek ik daar echt best wel een tijdje voor uit. Dat doe ik nu natuurlijk niet. Dat is een beetje gek. Maar ik wil wel aan je vragen van, ga eens even kijken, die piramide, zit die bij ons inderdaad zo in elkaar, zoals ik net schetste, mooi, echt als piramide, of hebben wij misschien een geflipte piramide? En wat zetten we in op de verschillende lagen? Wat zet je in voor het team? Wat zet je in die 80%? Wat zet je in, in het oranje gedeelte? Wat zet je in het rode gedeelte? En dan mag je hem breed zien, want goed onderwijs geven is belangrijk. Jij zei het net ook al, en ik, is belangrijk voor het welbevinden van het kind. Dus wat zetten jullie in om goed onderwijs neer te zetten? En ik doe hem nu even niet door, omdat ik zo ga ik een aantal voorbeelden geven. Wat je waar je aan kan denken. En ik wil jullie nu heel eventjes nog zelf laten denken. Want anders dan heb je natuurlijk gelijk van, dat is bij ons zo inderdaad. Ik ga door. Dit zijn heel veel voorbeelden, zie je nu staan, wat je zou kunnen bedenken in de verschillende, de verschillende lagen. In het grijze gedeelte is natuurlijk het professionaliseren van het team. Als je inderdaad kinderen, als je een klas hebt met kinderen die bepaalde behoeften hebben, dan kan je wel als school zeggen, ja, zo is het nou helemaal, hè? Ik bedoel, ga ervoor. Zo zit de klas in elkaar. Jij bent leraar. Hup, zei ik idee. Maar als een leerkracht daar de middelen niet voor heeft, niet genoeg weet van hoe richt ik dat dan in voor een klas met best wel veel autistische kinderen. Want ik ben toch regulier onderwijs. En nu komen ze allemaal bij mij. En geen idee. Dan zal je daar dus in moeten investeren om die leerkrachten zo te krijgen. Dat ze inderdaad zich daar op uitgerust voelen en dat ze zien, hey, er wordt geïnvesteerd voor mij, hier in mij, ik krijg middelen, daar word je veerkrachtig van en ga je dus het fundament verstevigen. Ook heel belangrijk, hè? Aandacht voor intervisie met elkaar, informatie uitwisselen. De vraag wordt zo vaak gesteld, een leerling bij iedereen moeilijk, maar bij Pietje doet hij het fantastisch. Dan is het natuurlijk de prachtigste vraag, waarom doet hij het daar dan goed? Wat is het element wat hij gebruikt, wat werkt? Dus die intervisie samen doen, dat is heel belangrijk. Dan bij het groene gedeelte zie je die effectieve leerlingbespreking. Je ziet heel vaak dat leerlingbespreking soort aftiklijstjes zijn. Het gaat niet echt over de leerling, logisch. Want in ons ding moeten we iedereen bespreken. En heb je dus maar 2 minuten per kind. Want als je 2 minuten per kind hebt, dan heb je al een uur. Heb je nog iets uitloop. Dus ga met elkaar eens kijken hoe kunnen we het echt over de leerling hebben in plaats. En is het nodig om alle leerlingen op deze manier te bespreken? Of zijn er effectievere manieren te bedenken? De aandacht voor groepsdynamiek, hè? Die leerkracht-leerlingrelatie. Wordt heel vaak, jij noemde het net ook al, een klein aandacht
is voor welbevinden zo belangrijk. Dat een leerkracht bij de deur staat en namen kent van jou, dan word je gezien. Als jij binnenkomt en je bent een nummer, ja, dan voel je al veel minder gezien door de leerkracht. Meisjes zijn vaak al wat onopvallender, gaan rustig zitten, maar denken, geen idee of je eigenlijk wel weet dat ik er ben. Dus hè, die interactie met leerkracht-leraar, heel belangrijk. Je hebt heel veel schoolbrede aanpakken ook. Hè? En dan heb je het inderdaad over de gezonde school. Er wordt ook heel veel tegenwoordig met de vreedzame school. Nou, al die projecten die helpen in de basis. En heb je natuurlijk ook nog, kan die allemaal bespreken, maar dan wordt het een beetje langdradig. In het oranje gedeelte de trainingen geven voor kinderen die echt wat, nou, toch wel sociaal angstig zijn. Of sociale emotionele interventies. Maar dan wel echt specifiek van, want jij zei net, Nieke, sommige kinderen weten niet eens dat het gedaan wordt. Daar kan je natuurlijk goed op inspelen. En kunnen ze echt wel van profiteren. En het laatste stukje, de rode. Wel weer typisch vind ik altijd dat hem weer rood is. Maar goed, zo is de piramide neergezet. Is het soms zo natuurlijk dat ze naar speciaal onderwijs gaan. Dus bijvoorbeeld naar een VSO-school. Omdat dat nou helemaal de beste plek is. Omdat daar meer voorzieningen zijn voor deze leerlingen. Dus dat is hoe de piramide eruit ziet. En voor jezelf is het dus goed om na te denken, wat doen we nou eigenlijk? En je wil heel graag dat er heel veel in het groene gedeelte gedaan wordt. Want van het groene gedeelte, daar profiteert automatisch natuurlijk oranje en rood ook van. Dus het is niet alleen maar voor die groep, het is voor iedereen dat de dingen die in het groen staan hartstikke belangrijk zijn. Dus daar wil je heel erg op inzetten. Mm-hmm. Dan, hij werd net ook al genoemd, maar luister naar het verhaal achter de cijfers. Er zijn net hele goed, nou, niet goede, maar hele duidelijke cijfers gepresenteerd. Maar ga eens kijken, hoe zit dat dan voor onze school? Waar komt die stress vandaan? Komt die stress er vandaan dat er inderdaad een groep dynamisch het verkeerd zit in de klas? Dus continu pestgedrag. Ja, dan moet daar iets op gebeuren. Of komt het doordat inderdaad wij veel te hoge eisen aan onze leerlingen stellen, maar ondertussen helemaal niet hebben laten leren hoe ze dan een proefwerk maken of hoe ze zo'n grote thesis moeten maken. Dus moeten we daarin investeren? Moeten we investeren in het leren? Of in, nou ja, gedrag is een leerlijn, wordt ook wel eens gezegd. Hè? Dat heeft ook met dat leren te maken, met executieve functies. Hoe leer je? En daarin investeren en dan vervolgens dus het beter kunnen. Niet omdat je meer kennis krijgt, maar omdat je eerst eens weet, hoe ga ik het eigenlijk aanpakken? Dus nou, daar moet je eerst naar kijken en dan kan je een plan maken. Dus dat is denk ik ook een hele belangrijke om voor jezelf in je achterhoofd te houden. Als je denkt, oké, we moeten iets, ga goed met elkaar kijken, wat dan? Deze werd net ook gezegd en daarbij wil ik van leren en welbevinden zijn als golf en strand, heb ik ervan gemaakt. Hè? Dus als het ene, als het welbevinden achteruit gaat, nou, dan gaat inderdaad vaak de resultaten ook achteruit. Want je voelt je minder prettig en je bent minder geneigd om te leren. Heb je succeservaring? Nou, dan ga je vaak je beter voelen. Dan is het wel zo, er wordt nu wel eens gedaan alsof je dus alles maar in het welbevinden moet steken. Maar je bent een school. En een school is gewoon wel een iets om te leren. En hoe kan je er dan voor zorgen dat je vanuit die didactiek goed aansluit op het welbevinden van de klas? En dat kan dus inderdaad door die relatie, door gezien worden, door groepsdynamisch dingen aanpakken. Dat heeft allemaal invloed op het welbevinden van de kinderen. En ondertussen ben je dus bezig met je didactiek. Het is niet zo dat wij in het onderwijs ineens ook een welzijnswerk aan het doen zijn. Want dat hoor ik ook vaak in de praktijk. Van ja, maar het lijkt wel soms alsof ik een of andere welzijnsmedewerker ben. Want ik heb zoveel persoonlijke gesprekken over allerlei leed. En daar zit ik dan helemaal mee. En ik kan mijn vak gewoon niet meer geven. Dan, ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus hè, leren levert ook op dat het welbevinden vooruit gaat. Dus als we kijken, hoe leren kinderen goed? Hoe kunnen ze zich daarin goed voelen? Nou, dan ben je met welbevinden bezig. Durf te schrappen. Zei net ook al even bij die leerlingbespreking. We werken in het onderwijs heel veel met aftiklijstjes. Het moet gebeuren, want we hebben afgesproken, we bespreken elke leerling. Dus we moeten elke leerling bespreken.
Het zou ook zo kunnen zijn dat je... En we moeten met 10 minuten met elke ouder praten. Je kan kijken ook waar zit de behoefte en hoe kan ik dus goed aansluiten bij de behoefte. En kan ik dus doen, als ik de dingen doe, dat ik ze echt doe. En dat ik dus echt even over een leerling heb in een leerlingbespreking. En dat we kijken, hey, Jantje doet het hartstikke goed bij deze leerkracht. Laten we eens kijken, wat gaan we daarvan inzetten? Dat kost meer tijd, maar dan heb je wel effect. Dus nou ja, daar kritisch over nadenken met je team is ook een mooie om dat welbevinden te verbeteren. Omdat je dus weer meer weet over een leerling en de aanpak ervan. En de laatste is check je taal, hebben we ervan gemaakt. En daar willen we mee zeggen, er wordt nu ook wel... Het zijn heftige getallen. Daar wil ik absoluut niks over bagatelliseren. Maar kijk uit dat er ook dat kinderen, jongeren praten we heel makkelijk nu over. Oh, die is depressief en die heeft dat en die heeft dat. Laten we ook kijken, maar hoe kunnen we daar goede taal aan verbinden? En hoe kun je jongeren leren om taal te geven aan hun eigen emoties? Er zijn echt al mooie tools voor, want kinderen en ook jongeren hebben vaak geen idee. Die emotieregulatie is nog zo ingewikkeld en dan daar ook nog taal aan geven, dat is heel moeilijk. Dus help ze daarbij, waardoor ze het beter stappen, waardoor ze stappen daarin kunnen maken. Dus iemand die het hartstikke spannend vindt om een toets te maken en heel boos wordt, help diegene om te doorzien, ik ben eigenlijk gewoon heel bang dat ik die toets niet haal. En daarom word ik heel boos, want dat is nou helemaal mijn coping. Oh ja, dus eigenlijk vind ik het vooral heel spannend. En wat kan ik dan met die spanning doen? Dus daar woorden aan emoties geven, dat is een hele goede dat je als mentor daarbij kan doen. Dat waren even in vogelvlucht ook dingen die ik in het praktijk veel hoor. Maar ook een denkmanier van hoe zet je nou je onderwijs goed neer. Ook in het thema van welbevinden. Dus ja. Daar wil ik even mee stoppen. En ik ben benieuwd of er vragen zijn. Ja, dankjewel Marijn voor jouw presentatie. En als er inderdaad vragen zijn, dan kun je die in de chat stellen. Want wij beantwoorden ze heel graag. Je geeft eigenlijk aan, en dat zei Aniek ook eerder, hè, investeren in die basis van die piramide, in dat groene deel. Wat als een docent toch wakker ligt van die ene leerling? Die ene leerling die het zwaar thuis heeft of spijbelt en daardoor niet naar school komt. Wat moet je dan als docent? Ja, dat hoor ik heel vaak en dat snap ik ook heel goed. Want daar ligt je hart. Hè. Je wil niet dat diegene die het al zo zwaar heeft, ook nog op school uitvalt. Dus heel vaak wordt daar vooral emotioneel, en ook in uren, maar ook emotioneel heel veel aandacht aan besteed. Omdat je ligt er wakker van, want je denkt, wat moet ik doen? Snap ik. De eerste is, snap ik, kan ik ook niet helemaal weghelpen. Wat soms werkt, is om voor jezelf na te gaan, heb ik de schakels uitgezet die ik moet uitzetten. Dus weten hulpverleningsinstanties ervan? Weten ouders ervan? Heb ik een lijntje met die leerling, zodat ze weet dat er wel een lijn is? Heb je dat allemaal gedaan? Dan kan je gaan denken voor jezelf. Dan kan je nog misschien iets in het oranje deel doen. Maar ze hebben zoveel aan het groene deel van jou. Namelijk dat je op school gewoon op school bent. En dat je gewoon gezien wordt als leerling. En dat je gezien wordt. Dus dat je binnenkomt en dat je zegt, hey, je bent er weer, wat fijn. En we doorgaan. En jij bent niet de hulpverlener die ze gaat redden. Dus ook al lig je 's nachts wakker, daar ga je ze ook niet van redden. En je gaat ze ook niet redden door eindeloze gesprekken met ze te hebben. Want je bent geen hulpverlener. Hoe naar het soms ook voelt. Ja, dus zo denk ik. Ja. Ja, en je gaf ook al aan van dat er veel tijd moet worden besteed in het aanleren van gedrag. Ja. Kort noemde je al een beetje van dat docenten zijn in eerste instantie docent. Zij staan voor de klas om een vak te leren. Hoe kunnen de docenten dit dan ook nog op een bordje meenemen zonder dat het inderdaad zo zwaar op de schouders meteen voelt? Ja. Weet je, ik denk altijd, het is een investering. Hè? Want als je het bijvoorbeeld hebt, ik noemde het net, de executieve functies, of als je het hebt over
gedrag is de leerling, dus samenwerken. Als je daar niet in investeert, dan kom je later erachter dat je daar helemaal geen aandacht aan hebt besteed en dat ze het eigenlijk niet weten. En ben je dus aan het redderen. Terwijl als je met ze kijkt, oh, zo werk ik samen of zo kan ik plannen en zo kan ik me aan mijn planning houden. Dit is mijn manier van plannen en organiseren. Dan heb je later veel daar profijt van en heb je dus veel minder brandjes die je moet blussen. Want je moet ze toch meenemen tot eind. Dus dan zitten ze vaak op het einde dat je zegt, nou, ze hebben het weer niet af en het gaat weer en weer een onvoldoende. Dan kan je beter investeren in, oh, hoe leer je nou eigenlijk? En dan daar profijt van hebben. Ja. Dus inderdaad, het is een investering, maar nu doe je de investering achteraf en voelt het als pff, en dan, als het goed is, nou ja, in de preventie worden ze daarin meegenomen. Ja. En je gaf ook al aan van, je kan als docent helpen een leerling om hoe ze moeten omgaan met eventuele stress die ze ervaren voor een toets of voor een proefwerkweek. Moet je daar als school aandacht aan besteden? Of moet je meer kijken naar, hoe kunnen we als school die stress verminderen bij de leerlingen door bijvoorbeeld een ander toetsingsbeleid of een andere, op een andere manier aan te kijken? Ik denk eigenlijk, en eerlijk gezegd. Ik denk, dat er heel veel leerlingen zijn die onvoldoende weten hoe ze dat gaan aanpakken. Dus daar kan je zeker in investeren. Ondertussen is de prestatiedruk natuurlijk ook zo hoog. Er moet altijd gepresteerd worden. Er moeten hoge cijfers komen. Ik denk dat je als leerkracht, maar ook als ouder, als wij falen of een foutje maken, dan vinden wij dat ook gelijk erg. En doen we ook van, vreselijk fout. Dus wij als maatschappij zijn allemaal, er mogen geen, hoe je het ook went of keert, er mogen eigenlijk geen fouten gemaakt worden. Dus dat, doe je als docent, straal je dat ook uit. Dus als je als docent een keer even iets niet lekker doet en het is oké, dan laat je het voorbeeld zien. Oké, het is dus oké om een keer iets minder te presteren. Als je als ouder het oké is als je een keer iets niet handigs doet, dan leer je met z'n allen dat het oké is. En nu is het heel erg, het moet goed zijn. En ik denk als je het op die manier kan je, het zijn allemaal stapjes, maar ja. Het is weer in het groene gedeelte, denk ik, dat je het zo op die manier kan oppakken. Ja, ik denk dat we in deze middag best wel veel verschillende, veel informatie hebben gehoord en ook best wel wat stof tot nadenken. Marijn, de zomervakantie komt er ook aan. Er komen straks mensen die liggen op dat strand, die zien dat zandkasteel. Wat zeg jij nou van, dat wil ik dat zij hebben onthouden aan vanmiddag of aan jouw presentatie? Ja, dat je dus als leerkracht er enorm toe doet. Dat leerlingen echt, dat je zo belangrijk voor ze bent. Dus zorg goed voor jezelf. Zodat je ook goed voor hun kan zorgen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want jij bent het fundament, het onderste fundament. Ja, dan kunnen we in die zomervakantie ook weer opladen. Om met het nieuwe schooljaar weer goed van start te gaan. Ja. Heel erg bedankt Marijn voor jou, voor jouw presentatie. Dan zijn we tot het einde gekomen van deze webinar. Er komt nu even kort, denk ik, een pauze. Oké. We wisselen gewoon die, even. Komt om af te sluiten. Ja. Aan mij de taak om af te sluiten. En Marieke, jij vroeg net al van, wat is nou de kernboodschap? Ik heb een hele mooie kernboodschap uit de laatste twee sprekers kunnen halen. Namelijk, ken uzelf. Dat kwam heel duidelijk van, kijk, ga niet zomaar iets doen, maar ja, denk eerst goed na van waar staan we, wie zijn we, wat is nou belangrijk op dit moment. En bezint eer je begint. Het is een beetje ouderwetse uitspraken, maar het kwam toch mooi samen op die manier. En natuurlijk ook de interessante gegevens van, niet zulke mooie gegevens van het onderzoek Jong naar corona, die Gonneke helemaal aan het begin van deze middag voor ons op een rijtje heeft gezet. Dus dank voor deze interessante presentaties en de positionering van die resultaten in de praktijk. Dank ook jullie achter het scherm voor het volgen van deze webinar.
de mensen van de scholen. Ik hoop dat jullie het inspirerend hebben gevonden. Wat we allemaal verteld hebben. En de mensen van OCNW voor hun betrokkenheid bij het project. En ook van de VO-raad. Het rapport hebben jullie in de mail gehad, als het goed is. Maar het kan natuurlijk zijn dat jullie dit morgen met jullie collega's bespreken en dat er dan toch nog vragen komen. Die vragen kunnen worden gesteld aan welzijnjeugd@trimbos.nl. En als het goed is, komt dit nu in de chat. En dan beantwoorden je vraag of we sturen het door aan de spreker wie het betreft. Bij wie die vraag het beste thuis hoort. Nou, we hopen dat we vanmiddag alle vragen wel hebben kunnen beantwoorden. En nogmaals, heel erg dank voor jullie aandacht.